vandaag zaterdag. Ik heb net even de paarden op het gras gedaan, omdat het vandaag super mooi weer is. De zon schijnt. Dus ik heb lekker de dekens afgehaald van de paarden. Nu staan ze lekker te genieten in het zonnetje. Lekker gras aan het eten. Heerlijk. Wisten jullie al dat wij een paardentram hebben? Die verhuren wij ook, met of zonder chauffeur. Dus voor meer informatie neem een kijkje op onze website. Zoe en Senna hebben er in ieder geval weer hartstikke veel zin in om met het mooie weer op pad te gaan. Wat gezellig! Zullen we even binnen kijken? Kijk nou, dit is toch super leuk om met een groep op pad te gaan. Ik keek net even op de camera. We hebben in de afkalstal een camera hangen. Zodat als we binnen zijn, of het is 's nachts, dat we even op de telefoon kunnen kijken of er ook een koe moet kalveren. Dus toen keek ik net en toen zag ik dat Jusje Ukkie bezig was. Nou, ziet zoals hem melken. Dus we hebben samen de kleine mini Ukkie ter wereld gebracht. Het is een jongetje, een stiertje en het gaat heel erg goed met ze. Kijk nou, het is net een hertje. Nou, het is maandagmorgen en we beginnen deze week met de tepelvoering te vervangen. Met Joran en Frans in de schoonmaak. 2400 melkmalen hebben we nu gehad. Joran kan het verschil even mooi laten zien. Tussen de oude en de nieuwe. Ja, dit is een nieuwe, dit is een oude. Helemaal omhoog. Ja, mooi man. Nou, we zijn weer aan het mestrijden. Het is hartstikke mooi weer. Dit doen we op GPS, zodat we precies, dan weet ik precies waar ik ben gebleven. En zo kun je ook heel precies mestrijden, zodat overal genoeg mest op komt. Nou, het is alweer zaterdagmiddag, bijna weekend. Vanavond krijg ik een paar vrienden op bezoek. En daar ben ik nog even wat hapjes voor nodig en snappies. Een paar biertjes. En dat ga ik hier doen in de boerderijwinkel. Kijken jullie mee? Nou, we zijn hier in de boerderijwinkel en we gaan even een rondje winkelen. Wie wil me helpen? Ik ook hoor. Ga maar een bandje. Nou, we gaan lekker op naar en dankjewel mijn jongen. Ik krijg vanavond 4 vrienden. Aha. Dat is een mooie boodschap voor jou. Oh ja. Wat zijn we ervoor nodig? We beginnen met een bakje koffie. En dan? Wat hoort erbij? Chips. Een lekkere koek. Ah, lekkere koek. Ja, dat moet even. En wat doen we na de koffie? Daar gaan we.
fris drinken? Ja. Of bier? Bier. Bier. Waar is dat op bier? Waar moet dat bier? Helemaal achterin, Michelle, bij de groenten. Ja. Wat hebben we? De prakker. Ja. Goeie dasgordel, de prakker. Ja. Of de rakker? De rakker lijkt me lekker, hè? Ja. Nou, laten we doen. Hoeveel personen dan? Wel vier. Vier personen. Ja. Nou, wat moeten we nog meer met bier? Bier. Happies. Happies, ja. Happies. Heel goed. Kan dit net laten Wat genoeg hebben? 1, 2, 3. Nou, niet 2. Oh, sorry? Ja. Zo. En wat moeten we meer hebben? Sinaasappel. Sinaasappel. Een zakje chips, dat moeten we hebben. Ja, zakje chips. Ja. Dank je wel. Zonder zout, altijd goed. Dat moeten we hebben. Jij nog wat? Ja. Nou, dat was hem. Gaan we afrekenen, hè? Ja. Ja. Zo. Nou, dat was niet zo'n zwaar aggregaatje. Dat ging in één keer goed. Ja. In de vorige vlog deden Kelsey en ik het dansje de necklace. En dat is wel grappig. Hier op de Mariehoeven wordt in één keer een hype. Iedereen danst hier in één keer de necklace met allemaal verschillende dieren. Prachtig, joh. Kijken jullie mee? Iedereen in de club doet de necklace. Iedereen in het veld doet de necklace. Ben je blij op je werk, doe je necklace. Als je pikje je belt, doe je necklace. Allemaal Surinamers doen. Iedereen in de club doet de necklace. Iedereen in het veld doet de necklace. Dit was het alweer voor deze week. We hopen dat jullie het leuk vonden. Ik sta in het schapenhok. Nog 2 dagjes en dan zijn de eerste schapen uitgerekend. Dus hopelijk kan ik jullie in de volgende vlog kleine lammetjes laten zien. Nou, ik zou zeggen, geniet van het mooie weer dit weekend en tot volgende week.